Goedenavond. Fijn dat jullie hier vanavond zijn gekomen om naar de techniek van Jeninske Stringtechnologie te komen luisteren. En ik hoop dat ik u weer netjes van juiste informatie kan voorzien. wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers en ik ben in 2016 al gestart. En ik steun dus inmiddels al voor het 8e jaar Jeninske Stringtechnologie. En vanaf juni 2020 ben ik spreker voor Nederland om deze nieuwe technologie uit te leggen aan alle mensen die er interesse in hebben. Ik ben expert, maar ik ben ook een van de communicatiepersonen van dit bedrijf. En waar gaat het eigenlijk over? We weten allemaal, het milieu is er heel slecht aan toe. Of het nou in de lucht is, op zee, in water, op wegen, er is overal wel iets. En dat is een groot probleem wereldwijd. En iedereen is naar een oplossing aan het zoeken. En wat is nou door Anatol Jeninski ontdekt? Die heeft een nieuwe manier van vervoer ontdekt. Bestaat eigenlijk al langer, maar hij heeft op een hele nieuwe techniek het laten baseren. En daardoor heb je minder grondoppervlakte nodig. Want als je hier zo kijkt, dan zie je de kolommen. En die kolommen die zijn boven de grond. Dit zie je is dus vervoer op het tweede niveau. Het eerste niveau is op de grond, de weg zoals wij die kennen. En het tweede niveau is een stukje in de lucht. Om op die manier te bouwen, dat is gewoon veel milieuvriendelijker, want je hebt niet zoveel grondoppervlakken nodig. En dit is Anatol Jeninski. Linksonder zie je zijn allereerste test. En dat was nog met de vrachtauto met ijzeren wielen. En dat was gelukt. En als je dan linksboven kijkt, dat is de ontwikkeling van 40 jaar. Want zo lang is hij er al aan bezig, meer dan 40 jaar. En dat is zijn laatste mooie project wat hij gemaakt heeft. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar Anatol Jeninski zelf is een heel kundig man. Hij is wetenschapper en investeerder. Hij is auteur van meer dan 200 wetenschappelijke publicaties. 20 monografieën en meer dan 150 uitvindingen. En hij is werktuigbouwkundige in de elektronica en chemische industrie. Maar vooral, hij is algemeen ontwerper van Jeninski Stringtechnologie. En de heer Anatol Jeninski heeft jaren geleden aangezien dat hij met zijn bedrijf Jeninski Stringtechnologie iets kon betekenen voor de wereld. Wat heeft hij bedacht? De oplossing om op het tweede niveau te gaan rijden. En hier zie je het tweede niveau onderin een wagon. En die kan een snelheid halen van 150 km per uur. En bovenin, dat is de U-Flash en die kan tot 500 km per uur. Dat is gewoon heel mooi. Zal ik straks iets uitgebreider op ingaan. Om even te kijken waar hij zijn bedrijf in onderdelen heeft uitgesplitst. Rechtsonder zie je Jeninski Stringtechnologie Transport. Daarboven, rechtsboven, is de biosferische landbouw. Linksboven gaat het over de energie en linksonder over de lineaire cities. Ik ga vooral veel vertellen over het transport en een klein beetje over de andere. Hij heeft zijn ingenieursbureau ook in verschillende onderdelen gesplitst. Dat moet ook wel om een beetje overzicht te blijven houden. Maar dan gaat het over UST-technologie. Dat zijn de transportoplossingen en de infrastructuurcomplexen. En dan heb je het Ecotechnopark in Belarus. En je hebt het U-Sky Test en Certificeringscentrum in Sharjah. Dat zijn twee verschillende, de twee laatste parken. Eén is voor koud klimaat, noorden van de wereld. En de andere is warm, heet klimaat, rond de evenaar. En daar heb je verschillende manieren van vervoer voor de ontwikkeling voor nodig, want het zijn hele andere klimaten. Dit zijn de passagiersmodellen die er zijn, klein, smal tot groot en lang. En in het midden komen de, voor de industrie, vooral de containervervoer en op andere manieren andere vloeibaar vervoer of wat dan ook. Dus er is heel veel ontwikkeld voor landen die bepaalde, of bedrijven die bepaalde vragen hadden. Maar nou zeggen heel veel mensen, dit bestaat al lang. Ja, dat klopt. In Duitsland, maar ook in China, zijn al trajecten aangelegd met vervoer op het tweede niveau. Maar het verschil hiermee is dat de wielen wel aan de bovenkant zitten, maar het is nog hetzelfde uitstoot. Er is geen nieuwe ontwikkeling verder, als alleen de wielen zijn verplaatst. Maar de uitstoot is nog hetzelfde. En dat is bij de uitvinding van Anatol Jeninski heel anders. Nou zie je ook de kabelbanen in de sneeuwgebieden. En het woord zegt het al, daar zit geen motor in. Die wordt met een kabel voortgetrokken.
En daardoor is er geen snelheid te bereiken. Het is wel een mooi systeem, geen uitstoot, maar geen snelheid. En het systeem wat de Unisys stringtechnologie heeft, is een heel ander soort systeem. Als je dan gaat kijken hoe dat het voorheen ging en hoe dat het met het vervoer van Arno de Juninski gaat om te bouwen. Dan heb je van A naar B wat er normaal de grond geëgaliseerd. Dat wil zeggen dat de dieren die daar wonen moeten gaan verhuizen. De bouw van de pilaren van Anatoly Juninski, die gaan de wegbedding naar het tweede niveau brengen. Die pilaren worden geplaatst en u ziet dat de dieren mogen blijven leven. Die kunnen gewoon in hun eigen leefomgeving blijven. En de pilaren kunnen dicht bij elkaar staan. Ze kunnen ook wat verder van elkaar afstaan. Er zijn grotere afstanden te overbruggen. Dat ligt een beetje aan de plaats waar het ergens gebouwd gaat worden. Maar de pilaren die worden dan aan elkaar gekoppeld met een getwiste snaren. En die getwiste snaren die worden aan het uiteinde vastgezet. En dan kun je een klein beetje vergelijken met een gitaar. Een gitaar wordt ook gespannen. En zo worden deze snaren, het is wel in een groter gedeelte, maar de strings worden door een station of ja, een ander soort iets, worden ze echt vastgezet aan het eind. En dat is heel belangrijk, want het eindstation, dat moet wel heel sterk zijn om al de krachten te kunnen blijven behouden. Dan kunnen daar wagons overheen rijden, lange treinen. En dan heb je op één plaats een zwaartekracht. Nu kun je ze ook in stukjes doen. En dan krijg je een verdeling van de belasting. Ogenblikje. Ik ben een beetje hees, sorry. Een beetje lastig. Maar ik hoop dat ik een beetje verstaanbaar blijf. Als je dan kijkt dat de wagons in stukjes geknipt kunnen worden en kleine wagons, die kunnen tot 10 seconden achter elkaar rijden. En dan kunnen mensen meteen instappen en meteen verder gaan. Dan is er niemand die op stations heel lang moet wachten, een half uur of een uur, om in een volgende wagon te kunnen stappen om te gaan reizen. Daarvoor zijn verschillende spoorstructuren ontwikkeld. De bovenste is een flexibele doorhangende spoorstructuur. De middelste is een enkele spoorstructuur, een stijve spoorconstructie. En de onderste is een dubbele spoorconstructie, dubbele. En de onderste, daar kunnen dus onderin en bovenin kunnen wagons overheen en onderdoor gaan. En dat kan ook met verschillende snelheden. Als je dan kijkt rechts onder het plaatje, dan zie je die bril op het plaatje liggen. Dat is voor de doorhangende spoorstructuur. En die bril, dan zie je hoe smal dat zo'n rail eigenlijk is. Zo'n verbinding. Er zitten wel, je ziet het ook, er zitten kabelingen in, de getwiste sporen, de getwiste snaren die zitten erin. En die maken dat het sterk is. Bruggen kun je ook zien in de landen waar de bruggen gebouwd worden, die worden ook met zo'n bekabeling omhoog gehouden. Die zijn verschrikkelijk sterk. En linksonder zie je het plaatje, dat is voor de stijve spoorstructuur. Dan zie je een ijzeren omhulsel, daarin zitten de snaren. En die zitten in een polymeeroplossing, zodat het niet kan roesten. En dat is gewoon heel belangrijk. En daardoor is er heel weinig onderhoud nodig. Het onderhoud van deze spoorstructuur is nihil. Scheelt ook heel veel in de kosten elk jaar. Nou, de wielen die hebben een staal-op-staal wrijving. En dat wil ook zeggen dat de energie veel minder nodig is, want het geleidt veel beter. En zo is er ook bescherming door de wielen die daar aan de onderkant zitten op de rails, dat de rails heel goed beschermd zijn, want de bovenlaag is heel hard. Er zit een aparte harde bovenlaag en dat kun je zien rechts bij dat plaatje. Dan zie je de ijzeren omhulsel en er overheen zie je een extra harde laag. En dat is voor de slijtage, dat blijft heel goed in goede staat. En daardoor is het ook dat die een bescherming biedt voor de bekabeling die erin zit. En dan zeggen ook mensen, ja, maar het is ook misschien gevaarlijk. Hoe zit het dan met het ontsporen? Nou, als je kijkt links het plaatje in die oranje rondjes, dat is het ontsporingssysteem, dat die zorgt dat de wielen bovenop blijven rijden en die houden de constructie in op de rail. En rechts, in het midden, rechtsonder, zie je het echt in werkelijkheid zoals ze het getest hebben. En het werkt. Ook het energieverbruik, daar kunnen ze heel erg verminderen. Als je kijkt bij een auto, achter een auto heb je die werveling. Daardoor wordt de snelheid beperkt. Als je dan rechts kijkt bij de U-flash,
die is getest in de windtunnel en daar gaat de wind er overheen, maar ook eronderdoor. Dat wil zeggen dat er geen vermindering is door de werveling aan de achterkant van een vervoermiddel. En daardoor gaat de snelheid veel verder. Hij remt helemaal niet af. En dat scheelt heel veel. Dan kan er veel meer snelheid ontwikkeld worden. Wat kun je hiermee bereiken? Nou, natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren. Het versnellen van het transport. Het gaat veel sneller, want er zijn geen files meer. Daardoor zijn de files worden opgelost. De auto's die nog rijden, die zullen niet zo snel meer in de file komen. Alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. En er zijn op dit moment ook mensen die opgeleid worden daarvoor. Daar heb ik op het eind ook nog een uitleg over. Maar studenten van universiteiten die hebben inmiddels daar les gekregen, ook in het park in Sharjah. En inmiddels zijn er ook studenten afgestudeerd en die werken op dit bedrijf. En ik heb hier aan het eind ook nog een vraag of dat er mensen zijn die interesse hebben om eventueel een studie te volgen. Als je dan kijkt, is Skyward Community is een soort, heeft een soort sociaal venture ecosysteem. Ze hebben een samenwerkings- en investeringsovereenkomst met GTI dat optreedt namens de Juninski Groep. Het onderwerp van deze overeenkomst was om een roadmap te hebben voor de laatste fase van het project. Het bevat precieze stappen om transport- en infrastructuurcomplexen op basis van string transporttechnologie naar de wereldmarkt te brengen. En die roadmap die zegt verder nog: de huidige situatie kunnen we vaststellen. Waar staan we nu? De ontwikkelingen, het inventariseren. Wat komt er op ons af? De ambitie voor de toekomst bepalen. Waar willen we heen? De haalbare opties onderzoeken. Hoe kunnen we daar komen? De genoemde stages, zoals we die nu kennen, dat is een document dat helemaal aan het begin van het werk is geschreven om een beeld te geven van de toekomstige verwachtingen. Het geschetste plan, dat was opgesteld op basis van analytische studies, economische modellen en de studie van internationale ervaring bij de uitvoering van gelijkaardige projecten. En de implementatie hield geen rekening met calamiteiten, zoals overmacht in de omstandigheden van een langdurig wereldwijd systeemcrisis. Met name in 2016, de versie van toen, die in de fases, wat die vermeldde was: elke overgang naar een nieuwe fase is afhankelijk van het behalen van de geplande werkomgeving en doelen. Evenals het behalen van het projectfinancieringsschema. Een van de belangrijkste overmachtgebeurtenissen die de groeimarkt van het project negatief beïnvloedde, zijn de COVID-19-pandemie en de wereldwijde economische recessie die erop volgde. Evenals de politieke crisis die verband houdt met de gespannen geopolitieke situatie in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben invloed gehad op de activiteiten van de bedrijven die het project uitvoeren en hebben veel belangrijke bedrijfsprocessen aanzienlijk vertraagd. Desondanks werden de meeste activiteiten uitgevoerd binnen het oorspronkelijke tijdsbestek. Dat was in de stages en was uiteengezet. En op sommige gebieden konden de ontwikkelaars aanzienlijk meer bereiken dan aanvankelijk was voorzien. Als je dan kijkt naar het vervolg van de samenwerking en investeringsovereenkomst, dan hebben ze vanaf 2023, bevinden we ons in het project en zaten we officieel in fase 14.3. Op 10 mei 2023 zijn we naar fase 15.1 gegaan. En alle volgende fases in fase 15, die moeten worden gemarkeerd door de voltooiing van de bouw, het testen en de certificering van een testcomplex van een hogesnelheidssysteem en de oprichting van een verkoopsalon van complexen voor vervoer van passagiers met hoge snelheid tot een snelheid van 500 km per uur. Om redenen buiten de macht van de ontwikkelaar werden de plannen voor de hogesnelheidscomplex niet volledig uitgevoerd tegen de deadline van 2018 voor voltooiing van de ontwikkelingsfase. De belangrijkste factoren die dit verhinderden waren onvoldoende financiering en moeilijkheden bij het verkrijgen van goedkeuringen in de Republiek Wit-Rusland om een viaduct van de vereiste lengte vanaf 20 kilometer te bouwen voor proeftesten en certificering, inclusief tussensnelheid tot 500 kilometer per uur. Het moment van overgang naar de laatste fase van het naar de wereldmarkt brengen is getimed op het grondgebied van de Republiek Wit-Rusland en de lancering van een unimobiel met 25 zitplaatsen en een semi-flexibel zwaar viaduct met een lengte van 2,5 kilometer in het U-Sky Test- en Demonstratiecentrum in Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten.
En de belangrijkste plannen voor de laatste fase zijn: in 2023 toename van het aantal voorontwerpcontracten voor stedelijke en voorstedelijke Junesische string vracht en vervoer en passagiersvervoer. Een totale lengte van de strengsporen van minstens 100 kilometer. In 2023 is het ingenieursbureau Junesische String Technologie Inc. zelfvoorzienend geworden met geld dat het verdient met zijn werk aan commerciële Junesische String Technologie Complex projecten. In 2024 is de exit van het moederbedrijf voor de engineering Junesische String Technologie om winst te maken. Een aantal nieuwe contracten, gegund in één jaar in deze en volgende periodes, van tenminste 5, met een totale lengte van de sporen van tenminste 200 kilometer. En in 2024 ook de lancering van een demonstratie en testcomplex met een 2,5 kilometer lang stevig viaduct voor zware gebruik in het test- en demonstratiecentrum New Sky. En ook in 2024 lancering van 2 Junesische String demonstratie- en testcomplexen met semi-flexibele en stijve high-fiduciary viaducten in het Eco-Technopark in Marina Gorka in Wit-Rusland. En belangrijk, in 2025 start van dividendbetalingen, dus geld, aan mensen die de stringtechnologie hebben ondersteund. En dividenden worden in dit geval betaald door de distributeur van Junesische String- en Transport- en Infrastructuurcomplexen en de Junesische Stringtechnologie licenties, in plaats van door het ingenieursbureau Junesische String Technologie. Want die werken aan de commerciële projecten. Dus het is apart, los wordt het dus uitgegeven. Maar alvorens de markt te betreden, moet elk voertuig, vooral het voertuig dat mensen vervoert, aan veel tests worden onderworpen. En documenten die dat bevestigen, dat het snartransport de tests heeft doorstaan, zijn gemakkelijk te vinden op de website van de technologie zelf. Maar ik laat er een aantal zien, deze zijn een van de belangrijkste. En het doel is om de analyse van de stijfheid van een flexibel spoor onder invloed van transportbelasting te testen. Ook de afhankelijkheid van het temperatuurimpact, want koud klimaat of warm klimaat, dat is min 60 of plus 60. Dan de berekening van krachten, zoals het spanningsbereik en de duurzaamheid van een flexibele rail door de transportbelasting van de Unicar T. De T, dat is de tropische versie. Hier zie je een aantal patenten en onderscheidingen die hij allemaal al gekregen heeft. En patenten zijn natuurlijk heel belangrijk. En ook de onderscheidingen en alle andere certificeringen, ze zijn allemaal eigenlijk even belangrijk. En die heb je allemaal nodig per werelddeel, per land. En er zijn er nogal wat waar ze aan moeten voldoen. Het is tot nu toe is alles goedgekeurd. En hier zie je dat hij in 2019 toen al werd U-Sky met de Junesische Stringtechnologie een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Dat is heel belangrijk als je daarbij bent. En op 16 februari 2018 is hij lid geworden van een grote internationale organisatie, de International Association of Public Transport, de UITP. Dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit meer dan 96 landen. En als je wereldwijd bij de 14 transportbedrijven behoort, als bedrijf wat vanaf officieel nu vanaf 2014 aan de weg is kunnen gaan timmeren, dan is dit een hele mooie mijlpaal. Hier heb je nog wat technische berekeningen. Kun je ook vinden op de site. Hier op de site kun je op een makkelijke manier vinden hoe het omschreven is. Hier gaat het om. Dit zijn de modellen. Voor elk soort vervoer is er wel iets ontwikkeld. Links zie je alle passagiersmodellen. Die zijn een snelheid hebben die van tot 150 km per uur. Rechtsboven is de Uniflash, die is tot 500 km per uur. En daaronder zie je de Unilight. Dat is het eerste project wat commercieel gestart zal worden. Binnenkort gaan we er waarschijnlijk iets meer van horen. We zijn heel benieuwd, we wachten in spanning. En een afgeleide van dat model zijn de twee onderste, de U-Bus. Die is een vereenvoudigde versie van de luxe modellen aan de linkerkant. En dan hebben we hier voor de industrie de containervervoer en ook de transportband. Daar zie je, dat kan ook. Er zijn heel veel verschillende modellen. Hier zie je de transportband een beetje groter uitgebeeld. Dat heel makkelijk om vanuit een of andere mijnbouwgebied over door de bergen geen gevaarlijke vrachtauto's te laten rijden op gevaarlijke wegen, zo moet ik het zeggen. En op deze manier dit naar de fabriek te brengen waar het verder verwerkt kan worden.
Hoe mooi is dit? Dat is allemaal techniek, hè? Heel eenvoudig eigenlijk en toch ja, zo speciaal. Nou zijn er twee prioriteitsrichtingen. De unibus voor personenvervoer met 25 zitplaatsen en een containertransport voor staand en hangend vervoer. En de Chinese stringtechnologie kan in de spits met passagiersvervoer 25.000 passagiers vervoeren en 100 miljoen ton vracht per jaar. Of dat het nou bulk, stuks of vloeibaar is. Dit is het kantoor. Hier zijn heel veel mensen hard aan het werken. Rechtsonder is het eerste kantoor en het allereerste werkplaatskomstbedrijf waar ze mee begonnen zijn. Werken ze nu nog. En rechtsboven is het allerlaatste nieuwe kantoor wat helemaal ingericht is voor alle technische mensen die daar werken. Want inmiddels hebben ze meer dan 700 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. En er werken op dit moment zelfs 86 ontwerpbureaus. Maar er zijn ook 36 gebouwen en voorzieningen en meer dan 3000 machines en apparatuur. En de totale oppervlakte aan kantoor- en productiefaciliteiten is meer dan 10.000 vierkante meter. En er is een 36 hectare groot demonstratie- en certificeringscentrum in de Belarus en in de Verenigde Arabische Emiraten ook nog een. Zo zijn ze begonnen, het allereerste park, wat park moest worden, een stuk vervuilde grond. En in 2016 hebben ze zo getekend van dit moest het worden. Links boven de kleine plaatje zie je. En je ziet dat ze een klein beetje aan het bouwen zijn rechtsonder op het plaatje. En in 2019 zag het er zo uit. Een heel groot verschil. Als je een vuil terrein hebt en je kunt het zo mooi ontwikkelen. En ja, dat is gewoon geweldig. En als je achterkijkt bij de vijver op het linker plaatje of op het rechter plaatje, daar is al een heel groot verschil in. En zometeen het volgende plaatje is dat je vanaf de vijver deze kant heen kijkt naar de ingang van het park. En dan zie je dat daar ook heel veel ontwikkeld is. Ik ben in 2019 bezig kijken, toen was het dit nog allemaal niet. Nu is het allemaal gebouwd in de slechte jaren voor de mensen, maar hier is doorgewerkt. Er is zo hard gewerkt, daar mogen we best heel trots op zijn. Nou zijn er ook mensen die zeggen, ja maar als je daar staat en een vervoermiddel rijdt ineens niet meer. Er kan altijd iets kapot gaan. Nou dat zie je, hier is het ook geen probleem. Elk voertuig heeft een soort koppeling, een soort trekhaak. En dan kan men aan elkaar koppelen en dan kan het volgende voertuig, kan het uitgevallen voertuig naar het volgende station brengen. Kunnen de mensen uitstappen. Dus dat is geen probleem. Dan gaan we naar de Verenigde Arabische Emiraten, want in Sharia is ook iets, maar de Verenigde Arabische Emiraten hebben we ze in 2018 op een beurs dit transport voor de eerste keer gezien. U ziet hier dat de heerser van Sharia en belangrijke mensen dit zagen. Ze vonden het zeer interessant en zijn in gesprek gegaan en in september 2018 is er al een contract ondertekend dat ze een stuk woestijn kregen om te ontwikkelen. En dat zie je hier rechtsonder. Dan zie je een paar auto's staan en een paar mensen in de woestijn met de officiële opening van een stuk grond wat ze daar mochten gaan bouwen. En als je dan straks de plaatjes ziet, wat ik daar kan laten zien wat er al gebouwd is in de tussentijd, in een slechte economische situatie, met heel veel tijd dat er niet doorgewerkt kon worden, dan mogen we heel trots zijn dat dat hier staat. Want een jaar later stond dit er. Een 400 meter lang traject om te kunnen gaan testen. Achterin zie je een station wat nog niet helemaal afgewerkt is, maar het was wel klaar om te kunnen gaan testen. En dan vanaf het station tot de eerste pilaar is 100 meter. Tussen de twee pilaren in is 200 meter. En dan weer 100 meter naar het station aan deze kant, wat je niet ziet. En er is men kunnen gaan testen. En men test van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, want er moet veel data getest worden om te kijken dat alles goed draait. Want dit is warm klimaat en dat is weer heel anders als dat je in koud klimaat iets test. Want dan zijn de weersomstandigheden natuurlijk heel anders. Overdag heel heet en 's nachts ook wel heel koud. Nou, dit staat er nu op dit moment. En dan zie je rechtsonder, zie je de hele luxe ingang, links de glazen deuren waar je in kunt stappen in het voertuig als die aangekomen is, of uitstappen natuurlijk. En rechtsboven, daar zie je het voor de bouw van het 2,5 kilometer lange spoor, waar ik straks nog iets meer plaatjes van heb. Maar dat is gewoon ook het volgende project wat wij dus gaan hebben. Maar allereerst het ecohuis. Rechts zie je het ecohuis. Het bovenste linkerplaatje is de aanleg. En rechts daarnaast is hoe het er nu uitziet. Doordat ze ook in een boerderij functies hebben, ook ontwikkeling van de grond. Ik heb ooit daar grond mee naartoe genomen, dat ze verder kon ontwikkelen om de grond vruchtbaarder te maken. En dat hebben ze waarschijnlijk hier ook getest. Je ziet het groeit goed. Een linkerplaatje,
Dat is ook heel belangrijk. Dan zie je, als je in het midden kijkt van het linkerplaatje, zie je een vierkante boog. Dan zie je ook half ronde bogen, maar de vierkante boog, dat traject is nu klaar. Dat is een 2,5 kilometer lang traject en daar hebben ze de bekabeling in kunnen leggen en daar gaan ze binnenkort testen. En daar kunnen ze dus testen voor de vrachtcontainers, maar ook voor het passagiersvervoer. De modellen zijn daar al. In het Ecohuis staat de verkleinde versie hiervan, zodat gasten die komen en die interesse hebben, hier in het klein kunnen zien hoe het werkt en kan men makkelijk de uitleg geven. Bovenin zie je het spoor, de flexibele spoor, daar zie je bij de bovenste pijl een voertuig rijden. En onderin zie je bij de groene pijl zelfs het dubbele U-Flash voertuig. Nou, hier zie je de bouw. Toen de pilaren klaar waren, de vierkanten, zijn ze de bekabeling aan leggen. En dit zijn allemaal plaatjes waar ze een paar maanden aan gewerkt hebben om die bekabeling te leggen. Het was de eerste keer, dus alles moest uitgetest worden, natuurlijk goed bekeken. En de volgende keer kan het bouwen veel sneller gaan, heb ik al begrepen. Maar dit is wel heel mooi om te zien. Dan heb je hier nog een aantal plaatjes, ook de aantal hoogwaardigheidsbekleders aan te kijken. En die paal, dat is in deze maquette, daar zie je dat er ook in de maquette het vervoer van Janinski Stringtechnologie ingeplaatst is. Nou, daar kunnen we best heel trots op zijn, want het is geweldig dat ze in de Verenigde Arabische Emiraten dit ook zo mooi vinden. Hier een plaatje van rechtsboven, dan zie je, ik ben er echt geweest in november 2021. En dan staan we te kijken dat er een wagon wegrijdt met een aantal mensen van onze groep erin die naar de andere kant rijden. Wij mochten allemaal mee rijden. En daarna mochten we linksonder in het controlecentrum gaan kijken, hoe dat je in de wagon kon kijken, in het station kon kijken, hoe dat ze alles konden monitoren. Heel mooi om te zien. Dit is in de fabriek, zij zijn bouwen. Rechts de U-Flash hier bouwen en links het allerlaatste voertuig, de vereenvoudigde versie die iets goedkoper is voor mensen om natuurlijk het kaartje wat je straks moet betalen ook niet al te duur te laten worden. Die hebben geen leren bekleding. Alles wat ze hier nodig hebben moet gecertificeerd worden. En dat is heel belangrijk. En wat wordt er gecontroleerd allemaal? Alles eigenlijk. Niet alleen het model, het vervoermiddel, maar ook de anker- en tussensteunen, het rijdenstation, de spoorconstructie. Dus als je een auto ontwerpt, dan heb je alleen de auto maar te ontwerpen en hoef je niet de weg te doen en de viaducten. Hier moet echt alles gedaan worden. En dat ze dat vanaf 2014 zo goed hebben kunnen ontwikkelen, ja, dat is geweldig. De certificering is hier geslaagd. En dat is heel trots is Anatoly Janinski. Hij houdt het omhoog, want door deze geslaagde certificering wordt er bevestigd dat er voldaan wordt aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hoe geweldig is dat? Dit zal het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld heel erg vereenvoudigen, want die hoeven dit onderzoek zelf niet meer te doen. Janinski Stringtechnologie is nu geschikt om de wereldmarkt te betreden en de klanten van deze hoge kwaliteit van vervoer te kunnen aanbieden. En inmiddels zijn ze in gesprek natuurlijk in de Verenigde Arabische Emiraten, in Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, maar ook al in de buurlanden, zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. En Janinski Stringtechnologie had ook meegedaan aan de aanbesteding in Dubai om op korte termijn sporen te bouwen. En inmiddels weten we dat deze aanbesteding is gewonnen door Janinski Stringtechnologie. De concurrenten waren China en de VS, Israël en Frankrijk. Deze waren allemaal betrokken bij de competitie. En dan mag je best heel trots zijn dat een nieuw bedrijf, wat zo kort eigenlijk bezig is. Anatoly Janinski is wel bezig al 40 jaar. Maar echt de ontwikkeling en de bouw heeft hij pas kunnen doen vanaf 2015. En dan mogen we allemaal super trots zijn op dit. En dat wij hier een klein stukje van mee mogen genieten is toch geweldig. En Sharjah, die heeft ook bekeken naar de verbinding naar de oostkust van Korfakkan. Daar heb ik straks ook nog plaatjes van. Er waren meerdere opties ingediend. En Anatoly Janinski of Janinski Stringtechnologie had ook nog een niet alleen het traject van de haven van links naar rechts, van Sharjah naar de haven Korfakkan berekend, maar ook nog in de stad en om de stad heen om een netwerk te bouwen. En nu de 2,5 kilometer testlijn in Sharjah klaar is, hebben ze ook de eerste goedkeuring gekregen om een lijn te bouwen rond deze kustplaats. Daar komt zo meteen meer van. En ook het emiraat Ras Al Khaimah, die heeft ook hier interesse in. Die heeft ook al heel veel routes bekendgemaakt. Die willen daar ook de trajecten laten bouwen. Daar zijn nu ook onderhandelingen en gesprekken over. En in Dubai
hebben we, dat plaatje heb ik al langer laten zien, is er ook een, ja, ergens willen ze van vliegveld naar vliegveld een traject hebben en ook weer naar de haven daar naartoe. Maar daar weten we verder nog niet veel meer van. Maar wat ik, kom straks nog wel iets meer. Als je dan kijkt naar de voordelen. De levensduur van de Chinese stringtechnologie snelweg is tot 100 jaar. En het rollend materieel is tot 25 jaar gegarandeerd, terwijl de levensduur van een asfaltverharding voor auto's slechts 10 jaar is. De bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele spoorvervoer. En belangrijke logistieke problemen worden opgelost. Wat je hier ziet op dit plaatje, dat zal niet meer voorkomen. Maar ook laad- en lostijden worden aanzienlijk verkort. En belangrijk ook minimale grondwerving nodig. Als je rechts kijkt op die foto bij die snelweg, dan zie je daar op de middenberm kan eventueel een pilaar gezet worden. En dan kan het vervoer overheen. Dan heb je al dat asfalt niet nodig. En ook dure terminals zijn ook niet meer nodig, want men kan gewoon ergens opstappen, instappen en weg. Men hoeft niet te lang te wachten. Dus veel mensen hoeven er niet op zijn plaats telkens te zijn. Als je dan kijkt dat transport en infrastructuur onderscheiden worden door de hoge efficiëntie. Ook de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, heel belangrijk, hè? De hoge mate van veiligheid in het personen- en het vrachtvervoer. Ook bestand tegen mist, sneeuw, stof en zandstormen. Betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen. En bestand tegen vandalisme, tsunamis, rivieroverstromingen en aardbevingen. En wat het milieu betreft, de rode route is goed voor de biodiversiteit in natuurgebieden. De baan vernietigt geen vruchtbare grond en ook niet de vegetatie die er opgroeit. Dus heel, heel veel landen, ook wij hier in Nederland, zullen daar heel blij mee zijn dat er een oplossing is. Alleen nou moeten we nog de juiste mensen zien te vinden om dit ook aan te vertellen. En jullie kunnen ons daarin meehelpen. Want trekroutes van dieren worden niet verstoord, zelfs niet geblokkeerd. Als je dan kijkt wat de kosten zijn in Europa, bedragen de gemiddelde kosten voor een aanleg van een hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. En het jaarlijks onderhoud is nog eens een keer per kilometer $100.000. Dat is heel veel, hè? Elk jaar kilometer is. Verder? Nou, dan kijk je naar de Hyperloop. De constructie wordt nu al geschat op 50 miljoen per kilometer. Nou, en die technologie is in de conceptfase, dus je weet het, in de conceptfase, ze proberen het zo goedkoop mogelijk te maken, maar later komen er nog heel veel grote bedragen bij. Een kilometer metro kan zelfs oplopen tot 150 miljoen per kilometer. En als je dan kijkt naar hetzelfde deel, maar dan met het innovatieve transport- en infrastructuurcomplex van Chinese stringtechnologie, gemiddeld slechts tussen ongeveer de 10 miljoen zal zijn, alleen de aanleg, hè, van de aanleg van de weg. Nou, dat is toch een heel groot verschil. Chinese stringtechnologie kan een kostprijs geven met weinig kosten en weinig onderhoudskosten. En dit gaat de industrie fundamenteel veranderen. Dat alle spoorwegen, ga eens na, straks al die harde wegen niet meer nodig zijn. Dat al die grote snelwegen veel smaller kunnen worden. Hoe mooi is dat? Nou is er ook, wat er ook samenwerking daar met verschillende grote bedrijven, goed geclassificeerde technische bedrijven, die gewoon de beste in de wereld zijn. En ik vertel dit altijd aan mijn mensen als ik in België ben. En als ik dan zeg dat Bekaert staalkabels levert voor die stringrails, dan zegt elke Belg, zegt, wow, maar als die leveren, dan moet het wel goed zijn. Want dat is een goed bedrijf. Nou, deze kunnen over heel de wereld kunnen die hun bekabeling leveren. Dus dat is heel mooi. Je ziet het ook overal staan. Hier zie je ook in het, want vorige, ik zal even terug naar het vorige, vergeet ik even te zeggen. In het vorige zie je dat het op het woestijngrond is. Dat is in Sharjah waar het geleverd is. En deze zie je steentjes. Dit is in Belarus geleverd. In elke plaats waar er gebouwd kan worden, gaat Bekaert het leveren. Daar zie je de kaartjes op staan. En als je dan heel goed kijkt, dan zie je dat Chinese stringtechnologie de plaats is waar het naartoe moet. En dat Bekaert het levert. Hoe mooi is dat? En hier even een grote foto van de aanleg van de bekabeling in het 2,5 van het, over het 2,5 kilometer testbaan. Maar als je dan links kijkt bij de pijl, dan zie je daar die rollen weer liggen met de kabels van Bekaert. Nou, je ziet gewoon dat het allemaal helemaal klopt. En hier is de toegangsweg naar het park. Naar achter deze mensen, daar is het park en de toegangsweg naar het park. En links zie je de heer Anatoly Yuninsky staan. Als je dan kijkt wat er ontwikkeld is. In 2015 kregen ze een stuk grond in Belarus. Dat hebben ze gaan ontwikkelen en in 2016 hadden ze al het eerste traject rijden met de Unitruck. In 2017 kwamen daar nog twee modellen bij. In 2018 kwamen de
De sheiks uit de Verenigde Arabische Emiraten, die hebben hun handtekening gezet, vonden het geweldig en vonden het belangrijk dat het in warm klimaat in hun land getest zou worden. En het eerste traject daar was in 2019 klaar. En eind 2019, begin 2020 was de Uniflash gebouwd voor 6 personen. En de Uniflash, dat is een model wat kan tot 500 km per uur. En 2021, daar is de container weer ontwikkeld. Dus hoe snel is het in die jaren allemaal gegaan? En vorig jaar hebben ze alles verder doorontwikkeld. En is het nu, van waar ik daar straks voor gelezen heb, hoe verder we zijn met alles in de toekomst van 2023, 2024 en 2025. Er is ook heel veel media-aandacht geweest voor Unique String Technologies. Een reporter rechts, de verslaggever, die hoorde dit en vroeg dat je mocht komen kijken, is komen kijken, heeft er verslag van gedaan en nieuwszenders hebben het allemaal overgenomen. Dan zie je hier een aantal ervan, heel geweldig. Maar ook rechts, het blad Construction Week, heeft er aandacht aan besteed. En onze foto stond niet alleen op de voorpagina, maar ook binnenin. We kijken hoeveel pagina's er aan gewijd zijn. Nou, dat doen ze meestal niet. Hier hebben ze echt veel uitgeschreven en uitgelegd. Hoe geweldig is dat? Het is echt, wij merken er misschien niet zoveel van, maar in de wereld, de mensen die het moeten weten, die weten dat dit goed is. En in de U-bus U4-212-01 is het nieuwste ontwikkelde voertuig. En dat is inmiddels aangekomen bij het USCI Test and Certification Centrum. Nu kunnen de experimentele en industriële tests worden gedaan op de bijna 2,5 kilometer lange baan. En daar kunnen ze snelheid halen tot 150 kilometer per uur. Dat in het andere park niet kon, want dat was maar 900 meter lang. Deze U-bus is geschikt voor in en om de stad en in tropische omstandigheden. Het gebruik en vervoer kan de straten van megasteden heel veel ontlasten. Er is ook in de wagons 360 graden zicht. Er is een hoge geluidsisolatie en een ongekende veiligheid. De U-bus kan een hoger doorvoer van het transportsysteem bieden dan treinen. Het USCI Centrum bevindt zich nu in een proces van ingebruikname. Wordt gevolgd door de acceptatietesten. De volgende stap is de laatste fase van het testen van de U-bus op het testvak van nummer 4. En dat is waar die net in aanbouw was, die ik jullie laat zien op het plaatje. Er zijn ook gesprekken met testritten met delegaties uit landen. Er komen al heel veel landen kijken, want die hebben het allemaal gezien op de World Expo in Dubai. En waren geïnteresseerd. En ze hebben daar naar het park gegaan in Sharjah en daar hebben ze proefritten gemaakt. En welke landen waren dat? Hooggeplaatste functionarissen van Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho en andere landen. En het Koninkrijk Lesotho, die koning en koningin, heb ik gezien. Daar heb ik straks wel een plaatje van. Delegaties uit de volgende landen zijn inmiddels in gesprek. En dat zijn India, Indonesië, Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Brazilië, Frankrijk, Rwanda, Zweden, Mexico, Ecuador en natuurlijk ook de Verenigde Arabische Emiraten. Het goederenvervoer, containervervoer met een volgeladen container van 40 tot 60 voet. En dat is een enorm voertuig dat zich autonoom voorbeweegt. Het haalt dit jaar al snelheden tot 120 km per uur. En opties voor de aanleg van de USCI Tracks en samenwerkingsverbanden zijn met verschillende van deze landen al allemaal besproken. Dit is een afdeling, een groep mensen uit Zuid-Soedan. Die willen dit ook heel graag zien. Die willen samenwerkingsmogelijkheden verkennen. En ja, het is een prioriteit van de overheid. Zo komen er meer delegaties. Hier een delegatie uit Zwitserland. Er zijn foto's die gepubliceerd zijn van verschillende landen. Italië, mensen uit Italië zijn hier geweest. Een Indiaanse groep is geweest. Ze willen heel graag met een betrouwbare zakenpartner samenwerken. En dat vinden ze dat de Anatolijninsky en het Unique String Transport Technologie, dat heel fijn kan. Dus daar gaan ze toch, zijn in gesprek gegaan. En zij willen het voor droog klimaat. Het is daar natuurlijk ook heel warm. En ze willen graag de maximale bedrijfstemperatuur van tot boven de 55 graden Celsius. Die wagons willen ze graag hebben, want dan is het aangenaam om in die wagon te zitten. Zo ook hier de Anasek, de prinses van de Filipijnen. Die is hier in het controlecentrum. Dan heb je de Republiek Paraguay, ook belangrijke mensen wezen kijken. Brazilië, er zijn zelfs overheidsfunctionarissen geweest, maar ook burgemeesters en ondernemers. Dus er zijn al grotere groepen geweest, krijgen allemaal een rondleiding. Ook mensen uit Korea, Kazachstan zijn geweest.
En Sheikh Faraz al-Kamai, dat is zijn hoogheid Sheikh Saud bin Sakr al-Qassimi. Hij is lid van de Hoge Raad van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Ras al-Kamai. Dat is dat puntje bovenin wat ik net liet zien op de plattegrond. En hij heeft informatie gekregen over een aantal belangrijke innovatieve projecten die in het Sharia Research en Technologie en Innovation Park worden uitgevoerd. Om de positie van de Verenigde Arabische Emiraten als wereldwijde bestemming voor onderzoek en opkomende technologieën verder te versterken. En hier krijgen ze dus uitleg van de voorzitter. Hier zie je een dame uit Kirgië. En zij is Sarapat Maksitova. En zij beheert twee transportbedrijven. Ze is natuurlijk heel erg geïnteresseerd, want dit is de toekomst, dit is een nieuwe technologie. Ze heeft natuurlijk al genoeg transportbedrijven van de oude technologie. Maar deze dame die wil gewoon vooruitstrevend zijn. En die is heel erg geïnteresseerd, heeft uitleg gekregen van Anatoly Ninsky. Dit gaat over de Lesotho. Je ziet in Zuid-Afrika ligt Lesotho. Ik had er eerst nog nooit van gehoord. Maar toen wij in het park waren in november 2021, toen moesten we even wachten, want er kwam een hele hoge delegatie aan. En wij moesten even wachten, die mensen mochten voor. Mooi gekleed waren ze, hele mooie kleren aan. En die gingen voor. Wisten wij verder wat het was. Daarna, toen zij weg waren, mochten wij weer verder in het park om verder alles te kijken. En later, weken later, anderhalve maand volgens mij, toen kregen wij een uitleg dat er een koning en koningin was geweest en liet ze foto's zien. En Earl en ik, wij herkenden de mensen op de foto's dat we zeiden, die hebben we gezien. We wisten alleen toen niet dat we zo'n belangrijke mensen voor ons neus hadden. Dus dat was wel heel mooi om achteraf te beseffen. Hier heb je een delegatie van de Italiaanse Technische Kamer van Koophandel. Het zijn hooggeplaatste mensen die hier staan. Pakistan heeft ook vertegenwoordigers. En dat zijn vertegenwoordigers van United Bank Limited. En dat is de beste digitale bank van Pakistan, die ook vestingen heeft in de Verenigde Arabische Emiraten. En die hebben ook het park bezocht. Zelfs die vinden het interessant. En hier de ambassadeur van Rwanda. Ook in het ecopark. En dan hebben we hier het openbaar vervoerproject. Rwanda is geïnteresseerd in deze twee modellen. En dat zijn afgeleide hiervan hebben ze gebouwd voor Rwanda, want hier zitten dus veel snufjes in, ook hele dure banken, leerbekleed en alles meer. En zij willen een vereenvoudigd model. En dat is dit model geworden. En hier zijn zelfs meer dan 50 ontwerpbureaus bezig geweest om dit model te ontwikkelen en om te bouwen. Het is niet zomaar iets dat je heel vlug iets in elkaar zet. Hè? Er moet heel veel komt erbij kijken, elk onderdeeltje, elk schroefje. Alles moet getest worden, alles moet goedgekeurd worden en dat moet allemaal genoteerd worden. En er moet een veiligheidscertificaat voor afgegeven worden. Dus mensen denken wel, wat duurt het lang? Nee, het duurt niet lang. Als je dan kijkt wat hier allemaal moet gebeuren. En als je met zoveel ontwerpbureaus moet samenwerken, alle gesprekken, ook bouwtechnisch alles moet doen, dan weet je dat hier heel, heel hard gewerkt is. Nou is er ook een uitbreiding naar Zuidoost-Aziëse markt. En de vrouw, of deze dame, Nadezhda, moeilijk de achternaam even, ik zie hem daar wel. Zij schrijft dus dat ze begonnen zijn met de uitbreiding naar de Zuidoost-Aziatische markt. En ter herinnering, de ondertekening van een overeenkomst met intelligent transportsystemen in Indonesië zal de implementatie van nieuwe generatie viaduct transportprojecten in de regio mogelijk maken. In de Zuidoost-Aziatische markt is heel veel interesse en heel veel mensen komen kijken. En daar wordt hier eigenlijk over geschreven naar aanleiding van vragen die wij gesteld hadden. En zo heet ze, Nadezhda Kostareva. En zij is van de Unisci String Technology Inc. de CEO. En zij is van mening dat het betreden van de Zuidoost-Aziatische markt het resultaat is van de vraag naar gedurfde technologische oplossingen en het vermogen om dergelijke eisen ook te voorspellen. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat Unisci String Technology het lef heeft gehad om dit te gaan uitwerken en bouwen. In de grond zit ook een microklimaatsysteem. En het microsysteem bewijst dat zijn effectiviteit, want het kan bij een temperatuur van zelfs plus 50 graden de temperatuur in de grond dus ongeveer op 18 à 23 graden Celsius houden. En de lucht, dat is een unieke ontwikkeling van de luchtuitwisseling, dat de cabine wordt continu gevoed met een bepaalde hoeveelheid frisse lucht. En dat is om de uitgeademde lucht van de passagiers te compenseren. Dat wordt zo op een mooie manier verwerkt. Welke projecten zijn nu officieel bekendgemaakt? Heel belangrijk natuurlijk.
In de Unitrans in Berlijn is bekendgemaakt dat de delegatie van Duba Roots dat die deel hebben genomen daar. En dat die vertelde, of lieten zien eigenlijk, zo moet ik het zeggen, dat er een traject kwam. En deze foto linksonder, dat model van Unitische Stringtechnologie, stond daar op de beurs. En daarmee werd er aangekondigd, niet door Unitische zelf, maar door de RTH, dat zij dit gingen bouwen in hun land. Veel van de projecten gaan ze verder niet onthullen. Waarom wordt er niet veel van onthuld? Dat moet je ook begrijpen. Want er worden veel afspraken gemaakt met partners. En dat gaat vooral over de veiligheidsoverwegingen, maar ook over oneerlijke concurrentie. Want die is er nog steeds. En daarom kun je niet alles naar buiten brengen, ook al zou je het nog heel graag willen. Hier zijn een aantal plaatjes van stations, hoe ze kunnen bouwen, en kun je zien hoe klein dat het is. Je hebt gewoon een opstapplaats nodig, je kunt instappen en weg. Je hoeft daar niet lang op zijn wagon in zijn plaats te zijn. Nou is Indonesië, die is in gesprek geweest en die hebben ook een handtekening gezet. Want ze willen de megapool Jakarta met zijn 11 miljoen inwoners is niet meer geschikt en ze willen dat gaan verplaatsen, de hoofdstad. En want de stadsdelen ervan staan regelmatig onder water, omdat ze onder zeeniveau liggen. En nou wordt daar een 8 kilometer lange baan aangelegd. Daar zijn handtekeningen voor gezet, dat zie je rechts die plaatjes. Ze tekenen en ze laten het zien en ze feliciteren elkaar en wisselen nog wat cadeautjes uit. Ik heb er een filmpje van, maar kan ik hier niet laten zien. Maar dat stuk traject rij je met de auto 25 minuten op, met een bus rij je 50 minuten op en met je Unitische Stringtechnologie maar 3 minuten. Heel mooi. En dan zie je hier een nieuwe hoofdstad. Ze gaan de hoofdstad verplaatsen. De nieuwe hoofdstad wordt Nusantara. En daar wordt ook verder over gesproken hoe ze dat verder zouden kunnen gaan ontwikkelen. Dus dat zal nog wel een tijdje duren. Hier zie je El Salvador. El Salvador bespreekt ook hoe ze snel transport kunnen invoeren. En die hebben al een eerste fase gehad. En hier is stadsbestuur van Sonsonata. En die heeft interesse. Sonsonata ligt daar. En zij willen passagiersterminals combineren met de stations en vastgoed, commercieel vastgoed en al die soort dingen. Zodat ze de terugverdientijd versnellen kunnen. Nou, dat is ook heel slim. En in Leningrad, sinds kort is daar ook een handtekening gezet. Niet alleen in Leningrad, zoals je ziet, dat linkerplaatje met die rondjes, maar ook om Leningrad heen. En een van de trajecten die ze als eerste gaan aanleggen is een kort viaduct, maar dat is wel een heel belangrijk. Daar gaan we in de toekomst nog meer van horen. Meer weet ik hier verder nu ook nog niet van. Als je dan kijkt, de bouw van een viaduct voor de U-Light is wel afgerond. En de opstelling van de stationsgevels en de elektrische installatiewerken zijn klaar. En hier zie je de foto van de trek, de wagon die getest wordt. Inmiddels zijn er een paar filmpjes vrijgegeven dat ze daar inderdaad aan het testen zijn. Maar filmpjes kan ik hier helaas niet laten zien. Ze bereiden ook nog transport voor de Verenigde Arabische Emiraten business. En dan zie je hier Anatoly Yuninsky in gesprek met belangrijke mensen. Lopen ze ook weer over het park heen. En ja, heel belangrijk. Want hier zijn trajecten uitgetekend waar trajecten komen. En dan zie je hier een lengte van 38 kilometer linksbovenin, dat is optie 1. Optie 2, het zijn geen opties, ze zijn die kiezen, deze komen allemaal. Hè? De tweede is een 45 kilometer dubbelspoor. De derde is, als ze straks dat 45 kilometer spoor is, kunnen ze een uitbreiding doen van in het midden van het plaatje naar links naar de kust. En dat is nou eens 9 kilometer. Dan daaronder, linksonder, zie je een routelengte van 106 kilometer. Hebben ze daar 103 U-bussen voor nodig. En later komt er de uitbreiding van het stukje, het laatste traject, naar de kust weer. En dat is nog eens een keer 26 kilometer. En dan heb je optie 4, dat is 45 kilometer met 89 U-bussen. En ook nog een aantal U-tracks. En rechts zijn een aantal plaatjes zoals het uittekende van hoe ze het zien met een station. Bovenin zie je de stations, onderin zie je de banen die zo rijden. Een beetje de voorstelling hoe het moet gaan worden. En dan heb je hier het Emiraat Ras Al Khaimah. En die willen het ook verder gaan ontwikkelen. Want die willen daar ook verder om de bouwprojecten op deze manier te gaan doen. En zij hebben dus een optie voor 11 stations op een 23 kilometer lange vracht- en passagiersroute. Maar ze hebben er nog meer projecten, maar dat komt later. Nou, de algemene directeur van Unitische Stringtechnologie, Nadezhda
Kosareva, die heeft nog wat meer verteld, want er waren vragen over de paters uit, die vragen hadden toen ze daar waren uit Kirsingen en Vietnam. En zij vroegen over de 15e fase van het project en het commerciële resultaten van het Ecofest. Nou, ze werd gezegd, de meest relevante onderwerpen waren de deadlines voor de voltooiing van de 15e fase en de kansen voor iedereen, de interne gemeenschapsevenementen zoals het Ecofest en de vooruitzichten voor het bedrijf voor de komende 15 jaar. En door de gebeurtenissen werd er gezegd in de wereld die buiten onze macht liggen, is het proces enigszins vertraagd. Maar alle projectdocumentatie is compleet. Wat betekent dat we nog maar één stap verwijderd zijn van de overgang van theorie naar praktijk. En ons transportcomplex is uniek. Klanten hebben geen goed begrip van de implementatie ervan. Daardoor gaat elk contract in de eerste plaats over informeren en rechtvaardigen. En dat zijn gewoon hele belangrijke allereerste stappen om te doen. Maar natuurlijk is een goed ontwerp en het werk van de ingenieurs heel erg belangrijk. Ze zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en de vlotte werking van alle systemen in het complex. En Nadessa vertelde tot in detail dat wooncomplexen en agrobiotechnologische elementen, evenals overblijfselen van zonnebio- en energiecomponenten, al worden ontworpen en in gebruik genomen als onderdeel van de implementatie van het Linear City concept. Dat gaat over de lineaire cities. En ze vertelde verder nog dat Chinese stringtechnologie meer dan één crisis heeft overleefd. Ze zijn gehard in ervaringen en ze hebben ervaringen opgedaan. Dit is een infrastructuurproject dat door mensen wordt ondersteund en door mensen wordt vereist. We sloten 2 grote contracten, vertelden ze, in 2022 en 1 in 2023 een groot. En in 2022 zijn de terugverdientijd en een kleine winst al vastgelegd. De resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd en ook de activiteiten zijn al verhoogd. In 2023 worden de indicatoren verhoogd en tegenwoordig maakt de krachtige productie en het intellectuele potentieel het mogelijk om alle bestellingen uit te voeren, inclusief de lange baan van 100 kilometer. De Verenigde Arabische Emiraten heeft een tak voltooiing aangekondigd van de fase 1 certificeringswerkzaamheden. De TUV, de SB, Standardization Certification, heeft een conformiteitscertificaat afgegeven volgens de internationale normen ABS en BSEN. Ze hebben een reeks werkzaamheden uitgevoerd voor certificering van staalconstructies en van tussenliggende ondersteuningen. Dit is de eerste stap op weg naar certificering van een volledige stringtransport en infrastructuurcomplex op testbaan 4. Om even ter verduidelijking, testbaan 4 is de 2,5 kilometer baan die in het park van Sharia pas klaar is gemaakt en waar ze nu beginnen te testen. Na voltooiing van de reeks werkzaamheden zal het verkrijgen van een certificaat voor veiligheidsconformiteit mogelijk maken. Daarna zal dit verkrijgen van officiële toestemming voor de Sharia-autoriteiten voor pilotoperaties gaan vergemakkelijken. Deskundige beoordeling van het Chinese stringtransport, dat deze wetenschappelijke organisatie, vertelde ze, overtreft andere transportsystemen. Kan noordelijke zeer koude regio's toegankelijk maken, problemen voor duurzame ontwikkeling in Arktische werelddelen kunnen worden opgelost, het vergroot mobiliteit van goederenvervoer en de levenskwaliteit van de bevolking wordt verbeterd. En de mening van experts is dat Chinese transport- en infrastructuursoluties in staat is om verbeteringen te ontwikkelen van stadsplanning, verbeteren van organisatie en productie en logistieke ketens, de ontwikkeling van afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden, daardoor comfortabel wonen en werken langs deze communicatielijnen en dit zal de mobiliteit van de bevolking aanzienlijk vergroten in gebieden waar normaal heel moeilijk mobiliteit is. Als je dan kijkt, is er ook niet alleen in het voertuig, maar ook naast het voertuig veiligheid. Want de persoon in het rood, die komt binnen die rode lijn. En dat wil zeggen dat je binnen een gebied komt dat gevaarlijk is. En wat gebeurt er dan? Dan stopt het voertuig. Als de persoon weer buiten de rode lijn komt, dan wordt hij weer groen en dan kan het voertuig weer doorrijden. Heel mooi. Nou is er ook goedkeuring van de Verenigde Arabische Emiraten voor crowdfunding. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hij is vicepresident en premier van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai, die hebben het gebruik van crowdfunding in de publieke en privaatsector goedgekeurd om nieuwe projecten te financieren. Hoe mooi is dat? Als je dan kijkt, de snaartransportmotor stoot geen schadelijke stoffen uit in de atmosfeer. Dat is heel belangrijk. Voor de aanleg van een kilometer snaarroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Dat is de oppervlakte van een bospad. De aanleg van snaarbanen zal het natuurlijke landschap niet veranderen en zal de bossen die zuurstof produceren
blijven behouden. Dankzij de aanleg van de bovengrondse Juninische stringtechnologiesporen blijft de natuur, het relief, het landschap en de biodiversiteit van het gebied behouden. En als je dan verder kijkt, is ook de ontwikkeling van de grondverbeteraar, dat zit in Uterra. Uterra is de producten voor de Verenigde Arabische Emiratenmarkt en in de meststoffenmarkt van de Verenigde Arabische Emiraten is een effectieve productiepromotie essentieel voor zakelijke successen. En de Verenigde Arabische Emiraten heeft een snelgroeiende landbouwsector met een groeiende vraag naar meststoffen van hoge kwaliteit om de groei en opbrengsten van gewassen te ondersteunen. Ze zoeken op maatgemaakte oplossingen die voldoen aan hun unieke vereisten. En bij Uscovery, dat is het project in de Verenigde Arabische Emiraten, die wordt het belang begrepen en daar werken ze ook naar. En belangrijk is vooral duidelijke communicatie en van hun behoeften en ook dat ze de verwachtingen begrijpen. En hier zie je het plaatje dat zij daar de eerste uitgave daarvan gekregen hebben. Er zijn 15 fases, we zitten nu in 15.1. En we zijn bijna nog 15.2 en 15.3 en dan zijn we klaar. We ondersteunen een bedrijf wat bijna niemand kent. En als je dan kijkt, het is niet alleen het vervoer, hier zie je wat er allemaal nog meer is. Lineaire cities, energie, ecohuis, Uterra, alles. Ik kan er nu niet verder op ingaan, want ik heb nog maar 4 minuten, zie ik. Ik moet heel snel zijn nog met een paar afbeeldingen, want ze hebben een wedstrijd uitgeschreven. En die wedstrijd, daarin kondigen ze aan dat burgers hier kunnen met de wedstrijd mee kunnen doen. Ze kunnen studenten of afgestudeerden, maar ook magisteristers, doctoraal studenten, sollicitanten, iedereen kan solliciteren. En de ontwerpen die gekozen worden kun je kiezen uit 43 onderwerpen. Ze moeten wel natuurlijk met Juninische stringtechnologie te maken hebben. En dan kun je daar verder met de wedstrijd meedoen. En er zijn dadelijk 3 winnaars. En je moet het voor 1 oktober insturen. En hier zie je het mailadres, maar straks wordt deze presentatie wel gepubliceerd en dan kun je verder kijken. En dat is het mailadres waar je je naartoe kunt sturen, dat je mee wilt doen. En je kunt in Russisch of in het Engels kun je het allemaal lezen. En de resultaten worden 15 november bekendgemaakt. Er is een reglement met deelnamevoorwaarden en criteria voor het beoordelen ervan. En hieronder hebben we telefoonnummers en mailadressen, WhatsApp-adressen van mensen. Daar kun je straks even een foto van maken. En dit is de officiële site van Juninische stringtechnologie. Dan kun je ook nog gaan kijken. Daar zal het waarschijnlijk ook wel te vinden zijn. Maar ik zal zo meteen na afloop zal ik die vorige pagina nog even weer naar voren halen. Want dit is mijn telefoonnummer. Je kunt mij bellen. Hier kun je zoeken naar mijn telefoonnummer. En kun je mij bellen om vragen te stellen. Ook aan Earl. Wij zijn er allebei om de vragen te beantwoorden. En dan heb ik in ieder geval binnen de tijd, binnen een uur, mijn presentatie gegeven. Dank jullie wel voor de aandacht. En dan ga ik even terug naar de pagina, want ik dacht dat ik het niet zou halen, van de foto's hier, maar ook deze, dat je gewoon dat ze iedereen mee kan doen. En je kunt 43 onderwerpen kiezen van aanbevelingen. Die worden door deelnemers zelf voorgesteld, maar je moet onder die onderwerpen, die 43 is een lijst, dan kun je zelf kijken, daar heb ik iets in, kennis in of wat dan ook. En dan kun je daar in de wedstrijd meedoen om ook met jullie unieke ideeën naar voren te komen. En dan heb ik hier het telefoonnummer nog een keer. Zal ik het zo laten staan? Dan kun je hier een foto van maken en nog even kijken. En dan zou ik zeggen, doe je best. Vertel het aan mensen die technisch zijn, die heel graag aan de wedstrijd mee willen doen. En die technisch ideeën hebben of wat dan ook. Want het bedrijf is altijd op zoek naar mensen die technisch goed zijn. En ze zoeken personeel ook nog eventueel op bepaalde projecten. Dat kun je allemaal aan deze mensen ook vragen die de telefoonnummers hieronder van zichtbaar zijn. Nou, dan wil ik jullie hiervoor hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze webinar. Als die goedgekeurd is dat ik alles netjes verteld heb, dan komt deze opname online en dan kun je hem altijd nog een keer beluisteren. Want ik heb er heel snel doorheen gegaan. Ik wist niet wat ik weg kon laten, want het is allemaal even belangrijk. Maar ik heb het wel in een verkorte tijd gered. En dan wil ik jullie allemaal bedanken, jullie nog een fijne avond wensen en bedankt voor jullie aandacht dat jullie hier vanavond zijn geweest. Dus dankjewel en tot de volgende keer.